lang water. Districts, commissaris, minister, DNA region. Maar het bijzonder alle leden van de conferentie. Hier zijn de conferentie besturen. En voel me zeer vereerd om vandaag hier aanwezig te zijn en niet in herhaling treden. Maar het is goed dat jullie weten wat het beleid is van de regering. Want alles wat daaronder gebeurt, moet passen binnen het beleid van de regering. En wij hebben gezegd dat er een paar prioriteitsgebieden zijn die wij heel straks centraal van het kabinet van de president zullen aansturen. En één is het aspect van voedselzekerheid. Voedselzekerheid, food security. Het is belangrijk dat de mensen op aarde voedsel hebben. Maar niet alle landen kunnen voedsel produceren. Omdat ze de mogelijkheden niet hebben. En wij hebben alle mogelijkheden. Dus wij moeten ook nagaan hoe wij voedsel kunnen produceren voor de hele wereld. En die mogelijkheden zijn er hier, qua klimaat, qua bodemgesteldheid, qua vruchtbaarheid, maar ook qua kennis. We hebben meer dan 300 jaren kennis opgedaan in de agrarische sector, in de plantagesector, in alle soorten van productie, maar wel in een hoedanigheid van slaaf. Of contractarbeider. En nu hebben we de vrijheid om deze productiesector te gaan ontwikkelen met mogelijkheden. Mogelijkheden die liggen op het gebied van moderne technologie. Die is er. We hebben net gehoord van de minister van LPV. Nederland, zo'n klein land. Bijna alle water verzilt. Ligt onder de zeespiegel. Dat zijn nummer 2 agrarische productieland in de wereld. Hoe komt dat? Moderne technologie. Wetenschappelijk onderzoek. Kennis en deskundigheid. En organisatie. En die dingen kunnen wij ook. Die dingen kunnen we ook. Dus er zijn kansen voor ons. Maar er zijn serieuze dreigingen ook voor ons. En een van de dreigingen is de climate change. Is verandering van klimaat. Waarbij de rijstsector, maar ook de hele agrarische sector, in feite ontwikkeld is op basis van een bepaald klimaat, een bepaalde temperatuur. En we zien namelijk dat deze zaken beïnvloed worden door klimaatsverandering, waarbij soms lange perioden van grote droogte ontstaan, of langere perioden van te veel water ontstaat, wateroverlast, waardoor de productiesector in gevaar wordt gebracht. Maar dan moeten we niet bij die pakken neer gaan zitten, dan moeten we beleid aanpassen. Maar stel je voor dat inderdaad droogte verder gaat toenemen, dan moeten wij samen zitten met alle deskundigheid wat we hebben, om na te gaan welke andere soorten van producten kunnen wij verbouwen
met de nieuwe omstandigheden. En dat is de uitdaging die we hebben. En dan moeten we samen daarover discussiëren met moderne technologie. Maar als we die moderne technologie daar willen hebben, die kennis willen hebben, die deskundigheid willen hebben, dan moeten we onze jongeren stimuleren om te gaan studeren in die agrarische sector. Die agrarische instituten opleiding moeten terug. Dat is de opdracht aan de minister van Onderwijs. En ook aan LVV. Want de meeste boeren in Nigeria, die hebben de landbouwsector overgenomen van hun grootouders. Van hun ouders. Wat zijn die kinderen nog bereid? En hoeveel van die kinderen zijn nog bereid om in die sector te gaan werken? Die willen ook voor arts gaan studeren, advocatuur gaan studeren, economie gaan studeren, ICT gaan studeren. Die willen ook politieman worden, militair worden. Dan moeten wij die sector ook aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie. En hoe maak je dat aantrekkelijk? Door moderne technologie toe te passen. Wetenschappelijk onderzoek toe te passen, betere saaizaden te ontwikkelen, betere machines te ontwikkelen, drones in te zetten, alles automatiseren, met data werken, samenwerken, in plaats van één persoon alles koopt voor zijn eigen productie, laten we samen kopen voor iedereen met verlaging van productiekosten zoals de coöperaties dat gaan doen. Die dingen moeten niet gebeuren. Maar zo doorgaan en denken dat die kinderen gaan overnemen, dat gaat niet lukken. Je gaat arbeiders moeten importeren. Waarvan jullie zeker weten hoe lang ze daar gaan blijven in die sector. Dus mijn mensen, dat is die uitdaging die we hebben. Maar we hebben nog kansen. Kansen is namelijk dat de wereld voedsel nodig heeft. Het Caribisch gebied heeft voedsel nodig, rijst nodig. Maar natuurlijk moeten we als land, als regering zorg dragen dat die normen van voedselveiligheid gehaald worden. Food safety normen moeten we halen. Want ik heb net een meeting gehad met de exporteurs. En één exporteur heeft daar gezegd. Nu wil men weten, die rijst die je exporteert, waar is het verbouwd? En ik wil monsters, en ik wil weten hoeveel chemicaliën erin zitten. En als er te veel chemicaliën erin gaat zitten, en dat is nu al gebeurd, dan mag jouw rijst bij mij niet meer komen. Nou, wie moet die rijst met chemicaliën eten dan? Wij toch? En wat moet met ons gebeuren dan? Begrijp wat er gaat gebeuren met ons. Dus we moeten samen kijken hoe we die rijstproductie moeten ontwikkelen met zodanige mestproducten die milieuvriendelijk zijn, die geen schade toebrengen aan de gezondheid en wel die normen van de wereld kunnen halen. En daarvoor moeten we weer samenwerken, weer met wetenschap gaan werken. Mijn mensen, een ander aspect is namelijk, we moeten ons organiseren. Echt wel, dat is een probleem in Suriname. We moeten ons organiseren. Het is een uitdaging. 600.000 mensen hebben we. Om dit land te ontwikkelen, waar er zoveel miljarden goud zit. Productie, miljoenen en miljarden mogelijkheden voor productie in bauxietsector, in bosbouwsector, in toerisme sector. En zoveel andere mineralen die we hebben. 600.000 mensen om onze oil en gas te gaan ontwikkelen met miljarden inkomsten. Te starten met de FID. Oktober, wat bekendgemaakt wordt door de oliemaatschappij, dan ga je horen voor de eerste keer
hoe groot die hoeveelheid maar met één blok 58 aan olie zit. Eén blok maar. En hoeveel miljarden daar zit voor 600.000 Suriname. En zo kan je nog doorgaan. Maar als we ons niet organiseren, als we ons volk niet opleiden, trainen, dan gaan wij dat niet kunnen doen. Want die bedrijven die hier gaan komen werken, in die oil and gas, in die spin-off, die gaan vragen naar kwaliteit. Jouw opleiding, jouw training, jouw kennis, jouw ervaring. En als ze dat niet gaan vinden, van waar gaan ze het halen dan? Van buiten. Dus wie gaat het werk doen? Buitenlanders. En waar wij dachten dat Surinamers miljonair zouden worden? Dan gaan de mensen miljonairs worden. Dus wij moeten investeren in onze mensen. En één ding, die kraan ga ik blijven geven aan Nikeri. Ik weet dat heel wat andere districten boos worden als ik deze uitspraak doe. Nikeri levert tot nog toe het laatste studieresultaat de meeste, de beste studenten af met examen. En Nikeri moet het voorbeeld zijn van andere districten. Alleen moet heer minister zo snel mogelijk het agrarisch onderwijs terug. In agrarisch onderwijs word je ook bachelor, word je ook master, word je ook ingenieur, word je ook dokter, word je ook professor. Nou meneer Jairam zit daar zo, is ook afgestudeerd in de agrarische sector. Het kan, dus we moeten het brengen. Aan de andere kant moeten wij, zoals gezegd, organiseren. Wij bijzonder blij, minister, en met name de coöperaties, dat jullie georganiseerd hebben, gebundeld hebben. Want dat is die kracht. Om kennis te behouden en uit te breiden. Om zuiniger om te gaan met schaarste middelen en kapitaalgoederen. Wat is kapitaalgoed, wat jullie zien aan die tractoren? Onderhoudsplan moeten zijn, beheersplan moeten zijn. Verantwoordelijker moeten zijn, wie verantwoordelijk als er iets misgaat. Mijn mensen, wij als regering geven hoge prioriteit aan die agrarische sector. En zeker de rijstsector in Nikeri. Ja, we geven hoge prioriteit aan de rijstsector in Nikeri. Is belangrijk. Mijn mensen, er zijn issues geweest. En soms hoor je kritiek. Waarom de reisboeren wel? Waarom die Keri wel? En waarom worden ze daar wel door de president ontvangen? Wel dat je net een brief naar me schrijft. En dat je ontvangen wil worden. En dat je op een gedisciplineerde en correcte wijze bij me wil komen. Dan gaat de president iedereen ontvangen. Ook andere vakbonden. Maar als je denkt om een wijze te doen, welke afbreuk doet aan het gezag in het land, dan moet je ook rekening houden. Dat dat niet toegestaan zal worden en dat je op een nette wijze moet communiceren. En goed moet omgaan met het gezag van de president. En wij, zeker deze president, gaan iedereen ontvangen. Dat heb ik tot nog toe gedaan. Maar doe het op een correcte wijze. Als dan een bakbouwwinkel dat hebben. Oké? Een bakbouwwinkel. Ander aspect is, ja, waarom krijgen ze subsidie? Ik heb die boeren ontvangen. En ik heb die boeren uitgelegd. Wij als regering geven geen subsidie. Subsidie mogen we niet geven. Subsidie moeten we juist afbouwen. En dat bouwen we af op alle sectoren, energie, water, brandstof is wereldmarktprijs. En voor 31 december dit jaar moeten we volledig subsidie hebben afgebouwd van EBS van ongeveer 5 miljard SRD. En we gaan het afbouwen. Maar we gaan wel personen die bescherming nodig hebben, beschermen. En dat doen we nu al, door alle personen die tot 900 kilowattuur gebruiken, alvast die 400 te geven.
dit uitgebreid moet worden, dan moet dat uitbreiden. Dan gaan ze beschermen. Met subjectsubsidie. Maar die objectsubsidie, dat iedereen onderspreekt wordt, die gaat eruit. Maar toen we bezig waren met ons crisisprogramma en herstelprogramma, en dat heeft inderdaad de samenleving getroffen, hebben we maatregelen getroffen, hebben we sociaal programma gebracht, koopkrachtversterking hebben we gebracht, AOV, pensioen en kinderbijslag, financiële voorzieningen voor huishouden hebben we allemaal verhoogd, salarissen van ambtenaren verhoogd. Belasting teruggebracht naar 9.400, hoef je geen belasting te betalen. Iedereen, ook jullie allemaal, 9.400 betalen, 0 cent belasting om die samenleving te helpen. Maar ook gezorgd voor koopkrachtversterking voor de ambtenaren en vergelijkbare groepen. Maar al die tijd hebben jullie ook schade gehad. Maar jullie hebben geen koopkrachtversterking gehad. Jullie zijn niet komen protesteren daar, ik wil ook koopkracht versterken. Jullie zijn niet komen protesteren, ja, ik wil ook salaris aanpassen, want jullie zijn zelfstandigen. Maar de wereld heeft beslist, als gevolg van klimaatverandering, zijn er drie dingen die moeten gebeuren in de wereld om ons planeet te beschermen, om de mensheid te beschermen. We moeten één, die uitstoot mitigeren, moet het terugbrengen, die uitstoot. Die zorgen dat aarde warm wordt. Maar wie stoot uit? Wij? Nee. Wij zijn carbon negatief. Ja. Dus wij stoten niet uit. Ja. Dus dat moeten die grote landen doen. Die uitstoot verminderen. Het tweede wat we moeten doen is aanpassen. Adaptation. Aanpassen, we zeggen, ga je denken, beter regelen, je sluit je boordplaats van de gebruikte alliance. Volle maan, springvloed, dijk kan het niet meer houden. Overstroming. En dat is pas het begin. Dus aanpassen, we moeten zorg dragen dat er een beleid komt. Dat we snel aanpassen, naar hogere gebieden gaan. Maar weet je wat aanpassen kost? Zo'n dijkbouwer in Suriname, het kost honderden miljoenen. En wie gaat het betalen? Maar is het volk verantwoordelijk voor dat wij een temperatuurstijging in de wereld hebben? Nee, dat is buitenland. Dus wie moet met geld komen? Buitenland moet komen. En zij komen nog niet naar binnen. En nu hebben we gezegd, een derde poot, dat is loss and damage. Zodra schade ontstaat als gevolg van klimaatverandering, moet de wereld ons vergoeden. En daar zijn er honderden miljoenen Amerikaanse dollar door de wereld gereserveerd voor, om landen te ondersteunen. Maar gaat geld halen? Is één bureaucratie. Is één moeilijk ding. Dus telkens als we hier schade krijgen, of het op binnenland is, overstroming, wateroverlast, of kuststrook is, overstroming, of Nigeria is droogte, moeten we letterlijk geen subsidie, moeten we dan mogelijkheden zoeken van compensatie. Als gevolg van loss and damage. En van waar moet het geld komen? Het zou van die wereld komen. Want de wereld komt niet, dus wie moet met het geld komen? De president. De regering. En van waar denk je dat de regering het geld haalt? Gaat zoveel halen van onderwijs, gaat zoveel halen van veiligheid, gaat zoveel halen van gezondheid. Ja. Want er is geen pot, er is geen budget en dan wordt er een pot gecreëerd om te helpen ten koste van de andere sectoren. Zo werkt het systeem. Want er is geen begroting, je kan het niet begroten. Dus mijn mensen, we hebben gezegd, de boeren maken aanspraak op compensatie. We hebben een bedrag afgesproken van 70.000. Er is een registratie geweest, van 70 miljoen. Er is een registratie geweest, er is controle geweest, er is correctie geweest. Uiteindelijk hebben we overeenstemming bereikt over die categorieën. De drie categorieën en ook de bedragen. En natuurlijk ga je altijd discussie krijgen. Klopt dat en klopt dit, klopt dat en klopt dit. En soms kan je niet alles controleren.
Maar wij moeten wel met objectieve criteria gaan werken en beoordelen en besluiten. Dat hebben we gedaan. En natuurlijk vraag ik me wanneer krijgen we het. Als het aan mij ligt, anytime. Maar het ligt niet aan mij alleen. We zitten met een bezuinigingsprogramma waarbij onze curve gezakt is. Er is meer uitgaven dan inkomsten. En voor 18 september aanstaande moeten we weer in onze economie weer in balans zijn. Dat wil zeggen, meer inkomsten en minder uitgaven. Daarom gaan we heel strak zijn. We zijn bezig met de minister van Financiën. Het goede nieuws is, het voorstel om de boeren te compenseren met 70 miljoen, de verschillende categorieën, is afgelopen woensdag in de regering goedgekeurd. En nu hebben we een missieve dat u geld gaat krijgen. En nu gaan we met minister van Financiën zitten. En als een deputatie van de boeren ook erbij moet zijn, gaan we dat ook doen. Zodat we precies weten hoe we het gaan betalen de komende tijd. Maar nu zit ik met de opkomers. En die zeggen zij ook, ja president, het is niet eerlijk. Wij zijn ook producenten. We hebben ook diezelfde schade als die kleine boeren. Toch? Wat moeten wij krijgen? Wij hebben als regering het volgende beslist. Al deze grote ondernemers, opkopers, verwerkers, exporteurs, die betalen belasting. Dus de extra kosten als gevolg van deze schade moeten ze berekenen voor me. En we hebben de minister van Financiën, de Belastingdienst, afgesproken. Aan het eind van het jaar kunnen ze dit laten aftrekken uit hun belasting. Zodat zij ook een beetje geholpen kunnen worden. We zoeken oplossing voor ieder. Maar één ding is duidelijk. Met deze informatie moeten alle boeren in Nigeria nu anders gaan denken over de rijstproductie. Moderner gaan denken, organiseren, toekomstgericht gaan denken, efficiënter gaan denken, kostenbesparend gaan denken.